Lekker knippen en plakken met je muts op. Het is vandaag warme truiendag en ook basisschool Kleurrijk in Schiedam doet mee. En dat betekent kachel uit. Ook in groep 6 is het bibberen geblazen. Gelukkig weet de juf daar wel wat op. Oké, daar gaan we. Swish, swish, swish. Per graad dat je de kachel omlaag zet, bespaar je 6% energie. Maar op deze school laten ze het niet bij één dagje minder stroom gebruiken. Een speciaal eco-team ondertekent vandaag een heus convenant. Met de wethouder, ook in warme trui, waarin ze beloven dat ze gaan werken aan een duurzame school. Vandaag is het warme truiendag en jij hebt alleen maar een t-shirt aan. Nee, ik vind het niet koud. Nee, ook niet als de kachel uit? Nee. Dus jij kan eigenlijk altijd de kachel wel uitlaten? Ja. Nou, snap ik dat jij bij het eco-team zit. Jij leeft hartstikke groen. Ja. En dan werken ze meteen maar eens een checklist af. Worden er in de lerarenkamer geen wegwerpbekers gebruikt bijvoorbeeld? En staat er in iedere klas een aparte bak voor het papier? Ja. Ze hebben een papierbak? Ja. Oké, check. Weer eentje, jongens. Wat heeft het eco-team zoal geconstateerd hier op school? Ja, bijvoorbeeld plastic gaat heel vaak buiten gegooid en dat wil ik niet, want dat is natuurvervuiling. En dat vind ik ook niet zo goed. Dus dan ga jij opletten hier op school dat niemand dat doet? Ja. Die gaan de school wel even scherp houden de komende tijd. Ja, absoluut. Je ziet het enthousiasme van kinderen. En echt goed nadenken en goed kijken of het allemaal wel klopt en of het beter kan. Ja, en dat moet je hebben, enthousiasme van kinderen, anders gebeurt er niks. Misschien moet je zo'n eco-team meenemen naar het stadhuis? Ja, ik vind het een goed idee. Ik ga ze denk ik een keertje uitnodigen om dat te doen. Ja, absoluut.